De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, die zich bezighoudt met de bevordering van duurzame en optimale benutting van de bossen in Suriname, heeft onlangs een presentatie gehouden van de producten die zij de afgelopen maanden hebben geleverd. Ik heb daarnet een presentatie gehouden over hoe ons bos verdwijnt. De ontbossingsactiviteiten worden in kaart gebracht op basis van satellietbeelden. Maar als we dat eenmaal in kaart hebben gebracht, dan zijn we nog niet klaar. Want dan willen we weten wat zijn de oorzaken van ontbossing. We denken aan mijnbouw, we denken aan landbouw, we denken aan infrastructuur enzovoorts. En in dit proces hebben we een aantal stakeholders ook erbij betrokken, want op satellietbeelden kan je niet in detail zien wat de oorzaak is van onze ontbossing. Dus we hebben een heleboel werksessies gehad met stakeholders om deze kaart te valideren. En dan zijn we niet daarop gebleven, want als we nog steeds een beetje onzeker waren over klassificaties, zijn we toen ook dus naar het veld gegaan om te kijken wat voor landgebruik er daar plaatsvindt. Ik heb cijfers gepresenteerd van de bosbouwsector voor 2017 en het gaat zowel om de productie als exportcijfers van hout en houtproducten. Als we een vergelijking moeten maken qua de cijfers van 2017 over de bosbouwsector, is er wel een drastische stijging? Er is wel een verhoging van de houtproductie. In 2016 hebben we in Suriname ongeveer 560.000 kubieke meter hout geproduceerd. En als we kijken naar de cijfers van 2017, zien we dat er een productie gerealiseerd is van 850.000 kubieke meter. Dus toch nog een stijging van de rondhoutproductie. Okay. Kunt u ons specifiek aangeven hoe de bosbouwsector een bijdrage kan leveren om de nationale economie weer in beeld te brengen? Kijk, we hebben, het is ook aangegeven in de presentaties, dat we veel bos hebben. En een deel van de bossen is op basis van beleid eigenlijk aangewezen, uitgetrokken om te benutten. Om eigenlijk commercieel ook te benutten, maar ook sociaal en milieufuncties eigenlijk te kunnen realiseren. We hebben gezien dat er door toedoen van houtkap er werkgelegenheid gecreëerd wordt. Dat is één, dat er een heleboel mensen in de houtbedrijven zelf, houtkap, houtverwerking en houttransport een baan vinden. En daarnaast is er ook zo dat rondhout een grondstof is dat verder verwerkt wordt tot houtproducten. In Suriname hebben we een heleboel bedrijven. Kijk naar die meubelsbedrijven, de timmerbedrijven, constructiebedrijven die hout gebruiken om eigenlijk hun productie ook te kunnen realiseren. En daar wordt er ook werkgelegenheid gecreëerd. We hebben de meting gedaan, directe werkgelegenheid binnen de houtsector. Dan praat ik over houtkap, rondhouttransport en houtverwerking, ongeveer 6.000 mensen een baan vinden. Maar als we verder gaan naar de houtmarkten, we hebben meer dan 200 houtmarkten in Suriname. U ziet overal de houtmarkten, de meubelbedrijven, de timmerbedrijven. Dat, naar mijn inschatting is er door te doen van houtkap zeker een werkgelegenheid creatie van 10.000. En kijk, als het gaat om een onderhoud van een gezin, 10.000 gezinnen. Neem gemiddeld dat er een gezin bestaat uit 4 mensen. Dan ziet u hoeveel mensen eigenlijk een brood verdient door te doen van houtkap. Calculeer u na. Verder is het ook zo dat voor houtkap er belastingen zijn. Als je een vergunning aanvraagt, een concessie, dan moet u daarop, als u het gekregen heeft, dan moet u daarop een recht te betalen. We noemen het concessierecht. Is een soort van belasting. Als u hout kapt, is retributie. Dat is ook een soort van belasting. We noemen het bosbouwheffingen. En directe inkomsten voor de staat voor 2017, het was 124 miljoen. Het is ook redelijk veel geld. En zo levert de bosbouwsector een bijdrage aan de nationale economie. Hè? Maar dat is één deel van eigenlijk benutting van de bossen. We weten dat de bossen ook andere producten kunnen leveren. De non-timber noemen we. De bosbijproducten, de niet-houten bosproducten. En die
eigenlijk de registratie daarvan doen wij niet. Het vindt nog steeds plaats bij, ik meen, LBB, afdeling natuurbeheer. En als we dat ook meenemen, dan gaat de bijdrage van de sector omhoog.